Een bijeenkomst in het gemeentehuis over het nieuw te bouwen zwembad. Een grote opkomst, want het zwembad zit nu nog bij Friesland en er wordt eigenlijk al bijna een jaar over gesproken in Gemerbakel. Mevrouw van Dijk, wethouder van de gemeente Gemerbakel, is de kogel nu eigenlijk door de kerk? Nee, de kogel is niet door de kerk. In zoverre er is nog niet besloten van dit wordt het. Maar volgens mij hebben we wel heel veel draagvlak om volle bak met het plan om tot een gezamenlijk sportcomplex te komen aan de gang te gaan. Even uitleggen, wat was precies de bedoeling van vanavond? De bedoeling van vanavond was eigenlijk om mensen buiten de grootgebruikers, want die hebben al een paar keer bijgepraat en de zwemverenigingen ook, om die mee te nemen van wat gaan we nu eigenlijk de komende tijd doen als het gaat om een plan maken, zwemmen en sporten en hoe gaan we het aanpakken. Dus u heeft de verenigingen die daar gebruik van maken, onder andere van de Molenbroek, gevraagd om op deze avond te komen? Ja, en ook gewoon andere belangstellenden. Ik heb ook verschillende mensen van de politiek gezien, die volgen dit natuurlijk ook. Dat begrijp ik ook heel goed. En we hebben uitgelegd van we gaan met 3 tafels werken. En we hebben mensen ook een beetje proberen uit te dagen om mee te gaan denken van ja, waar moeten we allemaal aan denken als we met zo'n sporthal en een zwembad aan de gang gaan. Ja, u heeft het over tafels. Welke tafels waren dat? Ja, we hebben een bouwploeg, een bouwtafel. En die gaat zich vooral bezighouden met wat komt allemaal kijken bij het bouwen van een zwembad, CQ sporthal. We hebben een exploitatietafel, die gaat vooral en dan staat je er en dan gaan we samenwerken met elkaar. Hoe ga je dat nou doen? En dan hebben we een tafel financiën, omdat we ook willen kijken waar kunnen we nou subsidies op binnenhalen? Hoe moeten we met ons sponsorbeleid omgaan? Want al het geld wat we binnen kunnen harken voor een zwembad, dat is natuurlijk fantastisch mooi meegenomen. Maar waar moet dat zwembad dan komen? Achter Molenbroek, op het oude je betonveldje van Tremeg. Het idee is dat we daar dan gaan uitbreiden. Dus eigenlijk zeg maar het betuurveldje, de handbalvereniging die daar met de KPJ eigenlijk natuurlijk KPJ. Heeft gespeeld. Ja, dus een stukje historie gaat weg voor een stukje toekomst. Maar Tremeg is heel nadrukkelijk betrokken en ze staan helemaal achter het plan. Dus dat geeft me in ieder geval ook een goed gevoel. Dan denk je toch aan wat andere plannen. Want als er daar een sporthal komt en een zwembad, de voetbalclub zit er en diverse andere verenigingen. Is er dan eigenlijk voldoende parkeergelegenheid? Dat zal ook een puntje zijn waar we naar moeten kijken. Dus zeker, dat is een punt om te onderzoeken, maar er zijn ook weer kansen. Want stel je voor dat je daar een groot sportcomplex hebt, zou je misschien ook op onderdelen met een voetbalclub, et cetera, nog veel kunnen gaan samenwerken. Ja. Want wat is nou eigenlijk de bedoeling van dat zwembad? Want ik dacht dat het allemaal al geregeld was. Bij Friesland zou het weggaan en er zou een nieuw zwembad komen. Nee, daar is nooit aan de orde geweest. Die plannen liggen er, of die wensen, het waren vooral wensen. Hè. De politiek heeft zich heel vaak uitgesproken over het wens om bij Molenbroek een zwembad te willen. Maar ja, daarmee is het er nog niet. Want er kan heel veel wensen, er zal altijd iets moeten gebeuren om een wens tot werkelijkheid te maken. En wat we nu gaan doen is kijken, kunnen we die wens nou ook omzetten in een goed plan, financieel haalbaar, exploitatie technisch verantwoord. En kunnen we daar een ja van krijgen van de raad om vervolgens de schop in de grond te zetten. Maar ja, dan vraag ik mezelf af, hoe staat er de zwemvereniging? Hydra, maar ook de Gemerse Watervrienden. Hoe staan er die dan tegenover? Nou, je moet maar eens even kijken op de site van de Watervrienden. Die hebben echt zoiets van liever nog vandaag dan morgen. Maar ze zijn ook heel realistisch. Ze snappen ook wel dat er iets moet gebeuren voordat we zover zijn. Maar wordt het dan het zwembad wat ze ook heel graag willen? Of worden het toch afmetingen die wat kleiner worden? Daar gaan we ook de komende tijd met elkaar uitzoeken. We gaan eens kijken van wat zijn de wensen van de verenigingen? Wat betekent dat als we die wensen één op één gaan overnemen? Wat voor plaatje komen we dan uit? Is dat verantwoord? En moeten we daar aan schaven, ja of nee? Dus dat zijn allemaal stappen die we de komende tijd gaan zetten met elkaar. Dan hebben we bij Friesland dat zwembad. Wordt het dan straks gesloten? Hoe zit het? Dat weet ik niet. Dan moet je echt aan de exploitant van Friesland vragen. Ja, maar we krijgen misschien wel straks dan 2 zwembaden in Gemerbakel. Daar heb ik een hard hoofd en dat denk ik niet. Ik denk, kijk, Friesland weet ook heel goed van, kijk, zwemmen is niet hun core business. Ik denk dat ze echt wel weten als er daar een zwembad komt, ja, waarom zouden hun dan het zwembad nog open houden? Ja. Maar dan ga ik voor hun denken, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. Dus dan kunnen we echt beter aan Friesland zelf vragen. De tijdsplanning, hoe zit het nu? Want we zijn nu bij elkaar gekomen. Binnen hoe lange tijd hebben we weer een goed zwembad hier in Gemerbakel? Ja, ik heb rond de verkiezingen gezegd dat er in 2019 het open moet. Maar ik besef me ook heel goed. Als we deze uitdaging met elkaar aangaan, dan willen we in december naar de raad met een voorstel. En mijn grote wens en van de vereniging is dat het voorstel wordt een mooi plan voor Friesland en voor het zwembad en Molenbroek samen. Dat is de wens, hè? 1 complex. In het negatiefste geval moet ik de raad adviseren dat het niet haalbaar is. Maar daar wil ik nu nog niet aan denken. Nu gaan we vooral voor dat het gaat lukken. Dus in 2020 hebben we wellicht een nieuw zwembad op Molenbroek? Ja, daar hoop ik toch echt wel. Ja. Ik hoop toch echt wel dat we tot een goed plan kunnen komen, een ja krijgen. En in 2019 heel snel die schop in de grond kan. Met alle verenigingen gezamenlijk. Dat zou het allermooiste zijn.